Een ramp, nog erger dan de tweede Sint-Elisabeth-vloed. Een straf, nog veel erger dan de plagen van Egypte bij elkaar. Een vloek, voor de lage landen en voor mijn gevoelens voor haar. Een last, een knieval, een moeilijkheid, een complicatie. Vondel Anna Tesselschade in een optocht naar de paus, waar haar zieltje wordt gebraden in een rijke Roomse saus. Ze heeft een verkeerde afslag genomen, ja, alle 12 wegen leiden naar Rome. Heer Barleus, wijze vriend, we moeten haar zieltje zien te redden uit de klauwen van die papen. Als u haar nou begripvol en zachtaardig tot inzicht probeert te brengen, dan tracht ik die stinkende wond uit te bijten met scherpe kritiek en krachtige verwijten. Is dat niet al te rigide? Ik spaar de roede niet. Ik heb het kind te lief. Een list, een aanval, een woordenstrijd, een escalatie. Dat ze was verkeerd, hij schreef haar brieven met al zijn grieven. Hield hij oprecht van haar, is dat wel houden van? Je doet wat je belangrijk vindt, maar omdat het meneer niet zint, behandelt hij je als een kind. Wat een nare man! Welke man? Zo'n stinkende oude kaas. Wat leert, kwam vaak langs en tracht ons het des weer om te praten. Dat mocht niet baten. En op een goede dag gebeurde er iets naast. Gingen langs de smederij. Ik was er godzijdank niet bij, want al dat bloed is niks voor mij. Verbijsterend. Papa's een ramp. Een vonk brandde in haar ogen, daarna ontstak een slag. En het oog begon te bloeden, na 4 weken was het blind. Meneer Huygens, gaan uw ogen hier open, wordt u ziende zo gezegd. Niemand kan zijn lot ontlopen, u bent blind, maar nu ook echt. Een stinkende wond moest uw aanzicht vernielen, dat zal u leren voor beelden te knielen. Een last, een aanval, een woordenstrijd, een escalatie. Hij me zoiets schrijft, dat zal u leren. Is hij de Heere? Of hij is arrogant, of gek, of allebei. Heer Huygens maakt het veel te bont. Zijn grieven missen elke grond. Ik hoop dat hij zichzelf verwondt. Die man is niks voor mij. Wat een schot! Een beziel! Wat moet ik doen? Lokken? Een driftige hond bijt me hard in mijn kuiten. Hij moet nog leren zijn liefde te uiten. Typisch Tesseltje. U moet zorgen dat u haar genegenheid niet verliest. Heeft ons offensief gewerkt? Nodig haar uit voor een bezoek. Als ze erop ingaat, dan weet u genoeg. Weer een brief van heer Huygens. Alsjeblieft, wilt mij vergeven. Deed u pijn met mijn gepaar? Mis u bijzijn in mijn leven? Reis u spoedig naar Den Haag. Kom over een maand een paar nachten logeren. Ik zal uw dienaar zijn, dat zal me leren.